Hallo kijkers, welkom bij de nieuwe serie Onsite gaat op bezoek bij. De serie waar we langs gaan bij oud-profvoetballers om te kijken naar wat voor verhalen ze te vertellen hebben. Vandaag zijn we bij Joeri Cornelissen, hij heeft bij heel veel clubs in Nederland gevoetbald en we gaan kijken wat voor verhaal hij te vertellen heeft. Hey. Hey jongens, goedemiddag. Goedemiddag. Kom verder. Yes. Nou Joeri, leuk dat we mogen langskomen, gezellig. Ja, zeker leuk. Hoe is het eigenlijk met je op dit moment? Ja, het gaat hartstikke goed. Ik heb na mijn carrière als profvoetballer heb ik zeg maar een carrière switch gemaakt naar de politie. Mm-hmm. 10 jaar gedaan. En de afgelopen 2,5 jaar ben ik zelf voor mezelf begonnen als ZZP'er met het geven van trainingen met VT Joeri. En ja, dat zijn hele verschillende soorten trainingen die ik allemaal doe. Loopcoördinatie, individuele training, bootcamp, hardlooptraining, maar ook mentale training of coaching. En daarnaast werk ik sinds 1 augustus bij Alkmaar Sport. Dus ik ben eigenlijk nu alles met sport bezig en bewegen. Als je terugkijkt op je carrière, wat voor gevoel krijg je daar dan bij? Heel blij gevoel. Ja, ik heb echt met 15 jaar heb ik eigenlijk van mijn hobby mijn beroep kunnen uitoefenen. En ik heb elke dag van genoten en ik kijk er ook met heel veel plezier op terug. Het zijn natuurlijk ook dat het niet alleen maar goede momenten zijn, maar er zijn natuurlijk ook altijd mindere momenten. Maar die momenten horen erbij en dat is nou eenmaal zo. En van die momenten leer je ook weer zeg maar om te groeien. Nou, jullie hebben net een paar vraagjes gekregen, maar nu gaan we een deel aan een spelletje spelen. Ja. Ben je 30 seconds, ben je bekend? Ja. Ja, dat gaan we spelen in een voetbalvorm. Thomas heeft als het goed is kaartjes gemaakt waar ik niks van af weet. Dus ik weet ook niet wat erop staat. Kijk, deze is wel prima te doen, denk ik. Yes. Als je achterover valt en je scoort. Omhaal. Ja. Presentator van ESPN met een baardje. Ja. Oud voetballer bekend, Frans International bekend van die. Nee, met die hensbal tegen Ierland. Ja. De club waar ik gespeeld heb, waar we net over hebben gehad. NEC. Nee. In België. Anderlecht. Ja. Als je de bal aanraakt en er wordt voor gefloten op een niet-regulier meer. Ja. Nou, die was echt heel snel. Toch. Nou, we hebben ook kijkersvragen gekregen voor jou. Ja. Over je carrière en hoe het allemaal is gegaan. Eén vraag was, hoe was het om bij een geweldige club als Anderlecht te komen? Ja, dat was echt... echt geweldig, want ik speelde bij Top Os en Peter Ressel was daar toen scout en die was ook buitenspeler. En die zag het heel erg in me zitten. En toen was Arie Haan, toen was de coach bij Anderlecht. En toen ben ik samen met Taument gekomen en Geoffrey Kleijs en Patrick van Diemen, mm-hmm. onder andere. En in de voorbereiding ging het echt super. In plaats van 1 of 2 keer trainen op een dag ging het naar 3 of 4 keer. En helaas brak ik aan het einde van de voorbereiding mijn middenvoetsbeentje. Ja, want dat is ook eigenlijk een vraag van de kijker van hoe kijken ze inderdaad terug op die blessure en heb je er lang last van gehad? Dus nou ja, eigenlijk ben ik mijn hele carrière best wel blessurevrij gebleven. Mm. Ik ook altijd wel goed voor mijn lijf heb gezorgd en dit was eigenlijk iets onverwachts. En achteraf had dat sneller natuurlijk kunnen genezen door een betere behandeling. Maar ja, dat is altijd achteraf. Maar ik heb wel een kijkje kunnen krijgen in de keuken bij een grote topclub. Nou Joeri, shirtscollectie. Je hebt er aardig wat, heb ik gezien. Ja, zijn er, volgens mij heb ik nog een bak boven staan. Dus ik heb goed gespaard. Ja, inderdaad. En hoe gaat dat? Krijg je dat van andere spelers of moet je dat zien? Zoiets? Ja, dat zijn shirts die ik zelf gedragen heb en dat zijn shirts die ik geruild heb of shirts die ik gevraagd heb. Ja, ja, ja. Of het zijn shirts die ik gekregen heb, zeg maar. Nou, wat is het mooiste shirt als je er eens uit moet kiezen? Want je hebt hier aardig wat liggen waar je de beste herinneringen aan hebt, de mooiste herinneringen. Ja, nou ja, deze is wel heel, heel bijzonder, want dit is van Top Os nog mijn allereerste shirt. Ja. En er staat de Chicken Tonight op, dus als wij scoren moesten we altijd zo doen. Maar ik maakte toen al natuurlijk de ratslag. Ja. Hier nog een shirt van Anderlecht.
In het begin in de voorbereiding dat ik daar speelde, daar hadden we een driehoekstoernooi in het Parc des Princes in Parijs. En we speelden tegen AC Milan en tegen Paris Saint-Germain. En het leuke was, na afloop, ik had tegen Paris Saint-Germain gespeeld, heb ik mijn shirt geruild met Christian Wörns, die Duitse international nog. En na afloop van de wedstrijd was ik ingevallen tegen Milan nog. En daarna de wedstrijd wilde ik natuurlijk ook een shirt van Milan hebben. Dus toen ben ik de kleedkamer ingelopen. En toen was die George Weah speelde daar nog. En die zei, come on my friend, I give you a shirt. En hij deed een arm om mee en we liepen de kleedkamer binnen. En er zaten al die sterren van AC Milan. En die zei, wie heeft er nog een shirt van mijn vriend? Nou, en toen had André Kroes, de verdediger, daar had ik het shirt van gekregen. Jo, je hebt je shirts bekeken. Mooie collectie. Dankjewel. Een paar kijkersvragen beantwoord, spelletje gespeeld. Wat vond je dat zelf al? Vond je het leuk? Ik vond het superleuk. Ja. Echt, ik wil altijd graag mijn medewerking verlenen aan dit soort dingen. Niet altijd, zeg maar, hoe dat in mijn voetbalcarrière gaat, buiten qua interviews. Maar ik vind jullie timmeren aan de weg om iets te bereiken. En, ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. En het is op een hele creatieve en leuke manier. Nou, dus, dankjewel. Dankjewel. Ik vond het ook heel erg leuk om langs te komen. Dus, Goed te horen. Dank dat we er mochten zijn. Ja, hartstikke bedankt. Thanks.